Moet je dit nou zien? Gewoon alleen al dit hoekje. En dan dit hoekje. En nou, dan heb je alleen nog maar de woonkamer gezien. Het is echt een zee. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill. Het is vandaag dinsdag en mijn foundation was op. Heel erg spannend en goed verhaal, Jill, om hier de ochtend mee te beginnen. Maar ik heb een tipje. Als je dan een beetje water kookt en je doet heel veel je foundation erin, dan komt het vaak helemaal weer los. En dan kun je er echt nog een week lang of zo mee doen. Maar goed, ik ga me nu heel snel opmaken, want ik ga vandaag naar Vera in Amsterdam. Jullie kennen haar vast wel, Vera Camilla. En ja, ik heb er super veel zin in. We gaan eerst wel even lunchen, dan gaan we een video opnemen en gewoon gezellig. Dus ik ga me heel even opmaken en ik hoop dat ik hier dus nog aardig wat uit kan krijgen. Ik heb hem er ongeveer een kwartiertje in laten zitten of zo. En nu ga ik mezelf opmaken. Zo, ik heb me opgemaakt. Ik heb mijn haar een beetje gedaan en ik heb me aangekleed. Dit shirtje is van MostWanted.nl. Deze broek is van Come Get Fashion. En mijn schoenen zijn van Dr. Martens. En ik kreeg trouwens laatst een berichtje over het feit dat ik Candy Yum Yum ook draag in de winter. Candy Yum Yum is gewoon mijn favoriete lipstick. En ik ben helemaal niet de type dat vindt, oh, je mag zwart alleen dragen in de winter en niet in de zomer. Een felle kleurtje alleen in de zomer en niet in de winter. Ik draag gewoon echt wat ik lekker vind en wat ik leuk vind. Dus ja, bereid je me alvast voor. Want dit is gewoon echt mijn all-time favorite lipstick. Dus die zal ik nog heel veel op hebben. Ik ga nu mijn tas pakken. Ik moet mijn make-up tasje meenemen voor een rubriek voor Vera's website. Dus dat is wel heel erg leuk. Volgens mij heet dat in het make-up tasje van. Ik hoop ook meteen dat ik een nieuwe foundation kan scoren ergens in Amsterdam. Maar dat komt vast wel goed. En anders morgen maar. En even kijken. Ik neem mijn laptop mee, want ik kan Vera nu eindelijk eens een keer om advies vragen. Of zij mij misschien heel even kort door de bocht kan uitleggen hoe ik moet editen op een MacBook. Want dat kan ik nog steeds niet. Dus, en aangezien Vera helemaal Apple-fan is, dan kan ze dat me misschien wel leren. Maar goed, ik neem gewoon een grote tas mee, dus die ga ik nu al even inpakken. En daarna ga ik naar het station toe lopen. En dan ga ik lekker naar Amsterdam toe, lekker naar Vera en lekker lunchen. Ik heb wel zin in, want ik heb niet zo heel veel ontbeten vanochtend. Ik denk, ja, ik heb wel zin in iets lekker, een carpaccio of zo, of een lekker broodje. What the fuck is mijn wagen? Ik ben samen met Vera. Hallo Vera. Hoi. Een foto te maken. En wij zijn lekker gaan lunchen bij Bagels & Beans. En ik heb weer mijn oude vertrouwde bagel. En jij hebt met carpaccio. Yes. En we hebben lekker een latte macchiato. Mijn room dingetje was helemaal. Ja, de barista had een beetje moeite. Dus bij jou is het. Vind je het goed? Zei hij. Ik zo, nou, ik vind het prima. Dus wij gaan lekker eten. Zo, ik ben bij Vera thuis en Vera zit daar achter, want ze is zeg maar foto's aan het maken voor een artikel van mijn make-up tasje, zeg maar. En dit is echt by far denk ik wel het mooiste appartement wat ik ooit heb gezien. Ah. Moet je dit nou zien? Gewoon alleen al dit hoekje en dan dit hoekje en nou, dan heb je alleen nog maar de woonkamer gezien. Het is echt een zee. En we hebben vandaag twee video's opgenomen. Die voor mij komt zaterdag online. Ik heb geen idee welke dag het vandaag is. Het is vandaag dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Komt hij morgen online volgens mij. Dus ik het goed heb uitgerekend. Soms zit ik daar nog wel eens fout. En Vera gaat me soms dan heel veel helpen met hoe ik kan editen op de Apple. En ik vind deze kachel vind ik zo mooi. Ik vind hem misschien nog wel mooier dan die kachel die wij laatst hebben gekocht. Maar ja, ik zou ook niet weten waar ik hem neer moet zetten trouwens. En ja, dat is het eigenlijk. We chillen hem nu gewoon verder. Hoppata. Chill! Zo, we hebben lekker sushi besteld en dat komt geloof ik nu elk moment binnen. Ik ga eerst nog even plassen, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben echt al zo vaak in de wc geweest. Echt een triljoen keer, maar dat maakt niet uit. Daar heb ik een wc. Ik geef gewoon een wc-rol. De volgende keer geef ik een wc-rol mee. Oh ja, goed. Uh-oh. Daar is ons sushi. Ik ga snel plassen, want ik moet echt... Nom nom nom. Nog meer sushi vandaag. De en hallo. Sushi is er. Oh, Jill is ook aan het vloggen. Zo. Super lekker. En ik snap nog steeds niet waarom mensen in godsnaam wasabi willen eten. Maar goed, jij doet het. Ik doe het. Het is lekker. Lekker. Gewoon een hele potje erin. Nee. Gewoon een beetje. Gewoon een beetje. Nom nom. Zo, ik ben weer thuis en het was echt heel erg gezellig bij Vera. We hebben heel lekker gegeten en toen heb ik de trein, hebben ze me afgezet bij het station, toen heb ik de trein gepakt. En toen kwam ik in de trein en ben ik gaan bellen met Dionne echt tot net.
En Milan en Sylvie en Zwende ophalen van het station van Schiphol. Die komen net terug van vakantie. Dus die is nog niet thuis. Die komt denk ik elk moment thuis. En ja, ik ga nu lekker slapen. Want morgen moet ik weer aan het werk. Of in ieder geval, ik moet morgen wat video's editen. Ik moet nog een video opnemen. En ik hoop dat ik de bestanden van Vera snel heb. Dan kan ik die ook snel gaan editen. Ik hoop dat dat een beetje een leuke video is geworden. En dan ga ik nu lekker slapen. Want morgen zie ik Pip weer. Waar ik heel erg veel zin in heb. Dus dan kunnen jullie ook weer een leuke vlog verwachten met veel puppy porn. En ik vind het leuk trouwens om te horen van jullie dat jullie ja, die beelden juist heel erg leuk vinden. En iemand vroeg aan mij van misschien is het leuker als je die kerstmuziek eronder weg laat. Maar kerstmuziek is wel zeg maar echt mijn ding. En ja, anders hoor je alleen maar een beetje puppy geluid. Ik vind het zelf erg leuk om het op deze manier te doen. Zodat ik heel veel beelden achter elkaar kan bewerken. En dat ik alleen de leuke stukjes eruit kan knippen. Want ik film gewoon echt heel erg veel. Maar ik vind het echt heel leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Dus dankjewel daarvoor. En morgen ga ik kiezen. Dus morgen wordt officieel bekend wie Pip is. En dat zal ik natuurlijk uitgebreid met jullie gaan delen. Maar ik heb al een keuze gemaakt, denk ik. Dus, maar ja, goed, morgen definitief keuze. En dan weten jullie officieel wie Pip is. En dan, dan komen er echt alleen nog maar foto's van echt van Pip op Instagram. Dus dat is super leuk. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Ja. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Mag je niet aanvallen? Je wil een camera aanvallen. Je mag mijn camera niet aanvallen. Oeh, ik word in mijn broek gebeten. Die hond is echt nog zo speels en druk.